Oh ja. Welkom bij de Daily Business Boost. Mijn naam is Aramiek en ik neem je in deze show mee in mijn ondernemerswereld. En ik help jou door het delen van de beste tips en tricks om je business dagelijks te laten groeien. Vandaag is jouw tijd, dus let's get louder. Ja, een hele goede morgen. Goed dat jullie er zijn. Oh, goed dat je er bent. Instagram, yeah, Pelpina kijkt via Instagram. En Dream Chasers Lab natuurlijk, Rianne zegt, ik zit er klaar voor. Linkje, yeah, goed gedaan. Welkom Instagram Live, welkom LinkedIn, Facebook en YouTube. Goedemorgen Maaike en goedemorgen Simone. Wat fantastisch dat je er bent. En as always, het is vrijdag vandaag. We gaan het hebben zometeen over je commitment. En ik ga het hebben over de 5 topstrategie hoe je je content een enorme boost kunt geven op LinkedIn. Want dat is belangrijk dat je het onthoudt. Maar voordat ik begin, laat ik meteen beginnen met jou te bedanken. Want we zitten op 42.778 downloads, dames en heren. Het is een groot feest. We gaan hard. We gaan tegen de 43.000 downloads. En binnenkort zitten we over de 50.000. Dus dankjewel iedereen, ook via Instagram Live. Ook alle live-kijkers en luisteraars. Dankjewel dat jullie er zijn. Echt. En again, het is vrijdag. En vrijdag is de dag dat we de influencer van de week bekend gaan maken. Dus blijf hier tot het einde van de uitzending. Want ik ga de influencer van de week bekendmaken. Wie denken jullie dat het deze week gaat worden? Want vorige week was het Helene. Good morning, Helene. Goed dat je er bent. En Sabina zegt, I'm in. Yes, fantastisch. En Instagram is aan het groeien. Meer dan 20 kijkers. Fantastisch dat je aan het kijken bent. Pelpina bouwt daar een feestje met ons. Hartstikke goed. Dus laat me weten. Wie vind jij dat de Influencer van de Week Award moet gaan winnen? Laat het hieronder weten. Of via Instagram. Of hier via YouTube, Facebook en LinkedIn. Laat me weten. Wie denken jullie dat gaat worden? Want ja, iedere vrijdag is natuurlijk het thema waar we het over gaan hebben. Is, let op, jouw commitment van de week. Ja, commitment van de week. Wat is jouw commitment van de week geweest afgelopen maandag? Weet je nog, toen je commitment van de week uitsprak en je zei van ja, ik committeer me om een bepaald iets te doen. Dus wat voor commitment heb je gedaan? Wat heb je deze week gedaan dat je had beloofd afgelopen maandag om te doen? Oké, dus laat me hieronder weten. Wat voor commitment heb je gedaan? En Leonie van der Harst, van harte welkom op Instagram. Goed dat je kijkt. Dus laat me weten, wat was je commitment? Oké? En Sabine zegt, ja, je gaat op speaker, want ik moet even fris voor de dag komen. Had nooit gedacht dat er zoveel mee zou gaan kijken. Yes, dat is de bedoeling. Dankjewel Sabine, geweldig. Top dat je er bent. Simone zegt, ja, Maaike. Larissa zegt, good morning. En daar is Pelpina hier ook aanwezig. Yeah, good morning Pelpina. En Sabine zegt, ik denk dat het allemaal Maaike gaat worden. Dus jullie stemmen allemaal voor Maaike. That's interesting. Ja, daarvoor moet je toch echt tot het einde van deze uitzending gaan kijken. Wie weet wordt het Maaike. Maar als we het hebben over commitment. Ik heb het gezegd, ik committeer me altijd. Als Simone live is, dan ga ik haar ochtendpost lezen. Kijk maar, die heet dag buurman. Hallo, dag buurvrouw. Dat is haar de ochtendpost. En wat heeft ze gezegd? Vorige nacht was er voor de eerste keer echt de herfststorm aan de gang. De regen kletterde tegen de ramen, de wind rukte aan het huis. Bij het opstaan ontdekte ik dat de storm een deel van de schutting eruit had geknald. Wow, ineens keek ik vol in de tuin van de buren. Ik besefte me dat ik in de drie jaar dat ik hier woon nog nooit de tuin van de buren zo goed had gezien. Ik besefte me dat ik überhaupt nog nooit de buren echt heel goed had gezien. Ik belde aan bij mijn buren. Daar waar onze gesprekken normaal meestal niet verder gaan dan een hi, hartelijk groetjes en bedankjes voor het aannemen van postpakjes, namen we nu de tijd voor een gesprek. We praten over kapotgeslagen schutting. We praten over vakantie, corona en over onze kinderen. En vanochtend bij het opstaan baalde ik weer flink van mijn kapotte schutting. Maar vanmiddag glimlachte ik bij het aanzien van de kapotte schudding, want ik zie mijn buren weer eens. Dus dag buurman, dag buurvrouw, een fantastische, geweldige ochtendpost, zoals dat heet. Yeah, beautiful. Geweldig, Simone. Je ziet dat Pelpina zegt wat goed zeg. Geweldig. En even kijken, wat zeggen. Ik zie heel veel berichten voorbij komen, fantastisch. Zelfs alleen zegt Maaike, Sabrina of Olivia, ja. En Simone zegt, mijn weekdoel, eerste 2 hoofdstukken van mijn e-book af. Yes!
op That's a Celebration. Van harte gefeliciteerd. En Simone, laat weten, waar gaat je e-book over? Want je gaat een heleboel mensen helpen met je e-book. En Rianneke zegt, ze doet het echt super, heeft prachtige resultaten. Helene zegt, ja, misschien is het Rianneke. Pelpina zegt, hey Simone, wat goed zeg. En Maaike, nou, die kan niet anders dan met roze wangetjes er tegenaan te gaan. En even kijken, Instagram live komt Habiba online. Hey, goed dat je kijkt, Habiba. We hebben het over de 5 topstrategieën om je content een boost te geven op LinkedIn. Wat zegt Sabine? Mijn commitment was mijn sales page uiteindelijk geschreven. Dus dat was een grote stap die ik nodig had om te kunnen gebruiken voor de verkoop. Want ik had gewoon geen concreet aanbod. Oh yeah, we are celebrating, dames en heren. Wat heerlijk. All die celebrations. En yes, hou je in de gaten. Hou je aankomende tijd in de gaten. Want volgende week gaat het juist over prospecting. We hebben het vorige week gehad over profilering. Deze week over positionering. Vandaag gaan we het ook nog meer over content hebben. Maar volgende week gaan we het over sales, sales, sales hebben. Hoe zorg je dat je bestaande relaties kan omturnen tot cliënten die echt van jou gaan kopen. Dus Sabine, goed bezig. Goedemorgen Marianne, wat goed dat je er bent. Maaike zegt Olivia, stimulans om door te gaan. Great, great, great. En Dream Chasers Lab. Natuurlijk, Rianne zegt mijn commitment is webinar lanceren. Yes, goed zo. Zet hier de link onder, Rianne. Als je op Instagram bent of op LinkedIn, zetten we het webinar link erbij. Fantastisch. Marianne zegt mijn weekdoel, lekker weer aan de gang en tegenaan. Geweldig. En Simone zegt, mijn e-book in 5 stappen na scheiding ontdekken wie je bent. Als vrouwelijke ondernemer die net gescheiden is, wie ben je dan? Ontdek wie je bent in 5 stappen. En ze heeft al 2 stappen gedaan. En Maaike zegt, ik heb mijn eerste training vastgelegd. Jongen, jongen, jongens. Ik blijf celebraten, want er komt nog een celebration aan. Er komt nog een celebration aan. Terwijl Rianne op Instagram zegt, loakickstarter.nl, ga je aanmelden, by the way, voor Rianne haar webinar. Dat wordt fantastisch. Larissa zegt, ja, ik heb mijn podcast gelanceerd. De I van inspiratie van mijn impact methode om meer zichtbaarheid te krijgen en mensen warm te maken voor het e-book dat ik aan het schrijven ben. Speciaal voor sprekers en auteurs, volgens mij, toch? Papina zegt, ja, goed bezig, Larissa. Zet hieronder de link van je podcast als je wil, Larissa. Want we kunnen niet genoeg informatie krijgen. We kunnen niet genoeg impact maken. Geweldig, jongens. Echt. Het is één groot feest. Oh ja. Yeah. Ik hou ervan. Ik hou ervan met jullie te delen dit. Yeah. Come on. Nou, ik kan half uur gewoon met jullie celebrate. Dan is het gewoon klaar. En Rianne zegt op Instagram, webinar Love Attraction Kickstarter, 29 oktober live vanuit Ibiza, www.loakickstarter.nl. Check it out. Fantastisch. Oh, wat een vieringen, jongens. En hebben jullie je al ingeschreven voor de online training voor volgende week donderdag, guys? Check aramikonline.com als je nog niet hebt ingeschreven. Ik ga daar 7 sleutels om een zichtbare boost te gaan geven. Ga ik met je delen. Dus ga je inschrijven hieronder. Ik weet niet of we de kleur een beetje oké is. Ik ga even van kleur veranderen. Dus misschien beter. Wordt iets zichtbaarder. Knalroze. Ga je inschrijven op aramikonline.com. En zorg ervoor dat je dat gaat doen. Ik wil je graag volgende week donderdag helpen. En Simone zegt, ja, wat gaan we goed allemaal. Maaike zegt, wat een mooie resultaten. En Larissa zet hier de podcast niet. LarissaSpotlight.com/podcast. Yes, yes, yes. Nou, weet je, ik kan gewoon stoppen met de uitzending. Ik denk gewoon dat ik ga stoppen met de uitzending. Want er zijn alleen maar celebrations. We zijn al 10 minuten bezig alleen maar om te celebraten. En Maaike zegt, ik ben erbij, yes. En Marleen Toxopeus kijkt ook via Instagram Live. Geweldig, jongens. Laat me weten als je nog meer mensen via Instagram Live aan het kijken zijn. Want vandaag ga ik het hebben over de 5, ja hoor, 5 topstrategieën die ik nog niet wist van mij. Ik heb gezegd, ik heb niet alles gedeeld. Ik heb 1 of 2 strategieën gedeeld, maar niet alle 5. Dus ga rustig achterover zitten. En yes, de influencer van de week ga ik aan het eind van de uitzending met jullie vieren en aankondigen. En ja, de prijs is, ik heb een heel fantastisch prijs bedacht ter waarde van €4.000. Ik ga het straks zeggen wat de prijs gaat worden. Maar het is ter waarde van €4.000. Dat heb ik nog nooit weggegeven in mijn live. Daily Business Boost. Uitzendingen. Dus zorg ervoor dat je straks weet wie de prijs heeft gewonnen. Want dat is ter waarde van €3.997. En nu via Facebook. Ik heb liever dat je me aankijkt. Ja, I know Marleen. Ik doe mijn best om Instagram zo goed mogelijk hier vanaf voren te halen. We zijn bezig. We zijn net een week bezig. No problem. Ik kijk je liever zo aan. En de camera moet gewoon hier staan. Nou, anyways. We zijn ermee bezig. Komt allemaal goed. Goed dat je er bent, Marleen. Alright, genoeg celebration, zegt iedereen. Oké, we gaan aan de gang. 5 simpele
strategieën, hoe je jezelf, je content kan neerzetten, waarmee je dus je content gaat boost geven. Strategie nummer 1, de basis van alle strategieën. Je hebt net Simone gezien, wat ze heeft gedaan. Je hebt net Simone als voorbeeld gezien. Yes, strategie nummer 1 is gewoon je ochtendpost, dames en heren. Dus Sabrina, als je meekijkt, of mensen die nog niet de ochtendpost doen, zoals Desiree of Sabine volgens mij, ga de ochtendpost doen. Wat betekent ochtendpost? Betekent heel simpel. Je hebt Simone gezien als voorbeeld hier. Je hebt Simone gezien hier als voorbeeld. Ze is een fantastisch voorbeeld, alleen ze heeft aan het eind iets vergeten. Ik ga haar voorbeeld gebruiken voor je. Even kijken of ik het nog steeds kan delen. Screen share, want dan kan ik aan de hand van haar voorbeeld jou iets laten zien. Dus wat je doet, ochtendpost, is je begint altijd met een hashtag. Bijvoorbeeld hashtag buren, bijvoorbeeld hashtag whatever. Maar wat ik zou doen met je ochtendpost, altijd een hashtag gebruiken die iets te maken heeft met jouw business. Dus Simone, ik zou hier bijvoorbeeld hashtag gescheiden vrouw, of ik zou hier hashtag wie ben ik gebruiken. Ik zou hier hashtag Simone de coach of Simone spreekt. Dus niet iedere dag veranderen van je eerste begin hashtag. Altijd een hashtag gebruiken die je voor jezelf kan doen. Bijvoorbeeld mijn hashtag is Daily Business Boost of Daily Business Boost Podcast, of die van Chantal is Daily Art Boost. Laat me hier weten welke hashtags jullie gebruiken voor je ochtendpost, want dan kan ik daar op inhaken. Dus 1 vaste hashtag voor je ochtendpost. Nummer 2 is, je bedenkt een hashtag, maar dan wat je doet, je gaat bedenken een quote. Je gaat gewoon quote kijken op welke manier je de mensen kan inspireren. Betekent, ga op zoek naar een foto met een quote. Ga op zoek naar een foto met een quote die je aanspreekt. In dit geval heeft Simone eigen quote gemaakt met een foto. Dag buurman, dag buurvrouw, fantastisch. Het is een quote, het is een foto met een quote, is belangrijk. Maar je zou ook bijvoorbeeld een quote van Oprah kunnen doen. Je kan ook bijvoorbeeld een quote van Brian Tracy doen. Je kan ook een quote van een bekend iemand doen. Nooit je eigen foto, als in dat je jezelf erop zet, maar altijd een inspiratiequote, oké? Zorg ervoor dat je die inspiratiequote goed gaat gebruiken. Alright? Maaike zegt, het keerpuntje. Helene zegt het, Helene moments, maar dat kan dus beter. Het kan zeker beter. Marianne zegt, natuurcirkel zelfzorg. Ik zou 1 kiezen, Marianne. Weet je, gewoon 1. Of natuurcirkel of zelfzorg. En Rianne zegt, yes, de Law of Attraction Kickstarter. 29 oktober live vanuit Ibiza. LOA Kickstarter. Absolutely. Check it out. Dus als het om de ochtendpost gaat, zorgen dat je 1 hashtag gaat gebruiken waarmee je bekend wil worden, waarmee je onder wil. Check 1 hashtag, niet 80.000 hashtag. En daarna komt het, nu komt het. Je gaat het daarna hebben over een personal story. Je gaat het iets persoonlijk vertellen aan de hand van de quote. Je gaat iets vertellen over wat je gebeurd is. In dit geval, Simone vertelt heel vaak verhalen die er zijn overkomen. Ze had met die paarse broek had ze een verhaal. Ze had met de kinderen een verhaal. Whatever it is, maak er een personal story. En nu komt het. Als je verhaal maakt, dit is geen verkooppraatje. Oké, guys, dit is geen verkooppraatje. Dit is niet een of ander praatje wat je zegt van, we gaan het hebben over, ik noem maar wat. Ik ga hier mijn product aanbevelen. Ik ga je iets vertellen over hoe we trainen. Je wil je eigen product, een eigen business achterwege laten. Je wil een eigen verhaal maken. Oké, dus zorg dat je een verhaal gaat delen. En nu komt het, en wat je wil doen met dat verhaal, wil je gewoon laten zien wie je bent. Dus het is een verhaal wat je laat zien wie jij bent. Oké, dan vertel je het verhaal. In dit geval is Simone een fantastische verhalenverteller. Ze maakte 3 alinea's van, hoeft niet per se. Je hoeft maar met 1 alinea ben je daar. Het gaat erom dat je boodschap overkomt. Een volgende stap is dat je gaat eindigen. En bij Simone zie ik dat nog niet. Eindig met like or share. Dus vind je die, weet je, zet daarbij dat mensen een call to action gaan krijgen. En ik ga even kijken. Wie heeft wel een call to action? Even kijken of Maaike op die manier werkt met haar ochtendpost. Want Maaike doet ook een ochtendpost. Ik ga meteen, terwijl jullie aan het kijken zijn, ga ik naar haar post kijken. Eindigt ze met een call to action, ja of nee? Kijk maar. Kijk hier. Bijvoorbeeld, call to action van Maaike is een duimpje, is een hartje of een reactie. Dus eindig altijd met een call. Bij mij was het altijd like is een hartje. Like is hartje en sharing is caring, bijvoorbeeld. Eindig altijd, lieve Simone, ook met een call to action, zodat je ochtendpost wordt gezien. En dan, helemaal aan het eind, zet je daar 3 hashtags. Niet 585, 3 hashtags is echt meer dan genoeg. Oké, dus eindig altijd met een hashtag aan het eind. Met 1 tot 3 is zat. Weet je, hashtags werken niet op LinkedIn op de manier wat op Instagram werkt. 3 is meer dan genoeg. Bijvoorbeeld in dit geval
heeft Maaike gebruikt borstkanker, hashtag borstkanker, hashtag kanker, hashtag bewustwording, hashtag stoppen is geen optie, hashtag vechten. Zorg dat je 3 vaste hashtags ook hierbij gaat gebruiken, oké? Bij mij zou bijvoorbeeld zijn hashtag ondernemen, hashtag LinkedIn tips, hashtag LinkedIn trainer zou bij mij zijn, oké? En dat is de strategie nummer 1, namelijk je ochtendpost. Het is ontzettend belangrijk dat je die dagelijks gaat doen. Nu aantal restricties. Ondernemers zijn niet zo gek op restricties en toch ga ik je dit vertellen. Wanneer je deze strategie gebruikt, wil je het iedere dag doen. Dus iedere dag. Tussen 7 en 9 post je deze post. Oké, iedere dag. Ook in de weekenden post je deze post. Punt. Als je na 9 uur gaat doen, dan heb je geen algoritme. Heb je niet de juiste timing gepakt. Oké? Iedere ochtend tussen 7 en 9 post je deze. Tweede restrictie is ook in de weekenden. Alright, dit is geen avondpost, dit is geen middagpost. Je post hem wanneer de meeste traffic is. Daarna, je gaat het niet over jezelf hebben, heb ik gezegd, niet je product. Maar je eindigt ook niet met een call to action van, oh, wil je meedoen met mijn webinar? Zet hier een ja onder of like deze bericht en ik stuur je dit. Er is geen call to action van sales. Daar gaan we volgende week over hebben. Daar is een andere plek voor. Oké, zorg ervoor dat je daadwerkelijk call to action gaat gebruiken. Die alleen maar zeggen like of share het, hartstikke prima. Daarna, wat je niet wil doen, dit is geen video. Dus geen video. Geen productinformatie. Je wil dit niet automatiseren. Oké? Niet een of andere Hootsuite of een buffer app. Je gaat het niet automatiseren. Oké? Gaat niet automatiseren. Gaat niet werken. En Rianneke zegt, en op vakanties? Uiteraard. En op vakanties? Uiteraard. Larissa zegt, als je wifi meewerkt? Absoluut. Larissa, in jouw geval is dat lastiger. Absoluut. Dus dat betekent, no matter what happened, ga je dit gewoon doen. Oké? No matter what happened, ik zal je ook het allerbeste voorbeeld geven, diegene die het al 3 jaar achter elkaar doet, en toevallig is het nu online, dat is het voorbeeld van Chantal. Chantal doet dit al meer dan 3,5 jaar. Ik zal je laten zien hoe dat eruit ziet. Meer dan 3,5 jaar doet ze dit, no matter of we op vakantie zijn, of we ergens naartoe gaan, of we niet naartoe gaan, kom ik zo meteen op, want we gaan, dit weekend gaan we iets heel fantastisch doen samen. Maar dit is wat Chantal heeft. Bijvoorbeeld, Daily Art Boost, Happy Friday. When people remember you, they remember more of how they felt when they were around you and what their experience was with you. So make sure that you make people feel loved and appreciated everywhere you go. Make them smile, make them laugh, have a wonderful day. Zie je, bij Chantal is bijvoorbeeld de call to action. Like is een duimpje en agree is een hartje. Ze heeft een aantal hashtags gebruikt die al jaren gebruikt, dus dat is oké. Ik zou daar minder van doen. En dan heeft ze hier haar quote, namelijk, people will forget what you say, forget what you do, but people will never forget how you made them feel, van Maya Angelou. Je ziet het. Meer dan 25 likes en al 18 comments. Op deze manier doet ze dat dus iedere ochtend. Hier, dit was haar vorige post. Exact hetzelfde. Ik weet niet dat jullie zien. Daily Art Boost, like and agree, via die hashtags. En ik kan hier eindeloos doorgaan, maar ze houdt zich continu aan dezelfde template. Begin met een hashtag, eindig met like en share. Je andere hashtags, again, weer hier dezelfde post. Allemaal tussen 7 uur en 9 uur 's ochtends. Ik kan hier eindeloos doorgaan met haar quotes, maar dit is, zoals je doet, hier 33 reacties, 35 likes. Hier, same thing, Daily Art Boost hashtag. Eindig ze met haar eigen hashtags en like en share, oké? Ik hoop dat jullie dit goed zien als een voorbeeld, want daar gaat het over. Je wil gewoon iedere dag een personal story vertellen. Je wil iedere dag een mooi verhaal vertellen, zodat mensen jou leren kennen. Oké? En Maaike zegt, ik moet helaas door mijn volgende afspraak. Kijk straks direct verder. Oké, het kan zijn dat je de influencer bent geweest. Dus als je niet live bent, dan wordt het lastig om die prijs aan je uit te worden. De meeste mensen hebben op jou gestemd, kennelijk. Anyways, ik maak een geintje. Ga lekker. Je gaat het straks zien wie het geworden is. Ga maar. Thanks dat je er was, Maaike. Geweldig gedaan. Anyways, dus dit is de ochtendpost. Onthoud dit. Restricties zijn doet echt dat je het iedere dag doet. Tussen 7 en 9. Dat een foto is met een quote erbij. Of je dat nou zelf gaat zoeken online op Google of verschillende Facebookpagina's. Bijvoorbeeld Facebookpagina's zoals Motivational Kings. Facebookpagina's van Tony Robbins, Zig Ziglar, Jim Rohn. Die kunnen je hiermee helpen. Je hoeft het zelf allemaal niet te maken.
Oké? Okay? Laat me hieronder weten of dit helder is. Oké? Okay? Want dit vind ik een hele belangrijke strategie. En normaal gesproken geef ik dit alleen maar weg tijdens mijn webinar. Maar vandaag dacht ik, ik ga jullie al mijn contentstrategie geven. Dus strategie nummer 1, de ochtendpost, zoals we dat noemen. Wees consistent, iedere ochtend tussen 7 en 9. Geen automatisatie, geen video, foto met een quote, personal story. Hashtag om mee te beginnen, 3 hashtag om mee te eindigen. En met een call to action, alright? En Pelpina zegt, enorm waardevol Aramiek, goed idee om elke post te beginnen met een hashtag. Absoluut, bijvoorbeeld hashtag pep talk. I mean, voor jou is dat zo makkelijk om jou te positioneren. Maar dat, je bent al een grootheid op LinkedIn. Dus yes, absoluut, begin met een hashtag wat je iedere dag gaat zien. Dat is dus nummer 1, contentstrategie. Nummer 2, contentstrategie. En ja, dat doe ik al meer dan 218 weken. Dat is een van de allerbeste strategieën. Ik zal er never, ever mee stoppen. En dat is toch echt één strategie wat mij altijd, bij alle mensen, echt, dat is, als ik je één strategie mag noemen, wat je altijd zal onderscheiden van de rest. Ik heb het meer dan 218 keer gedaan. Dat betekent 218 weken, meer dan 218 weken ben ik bezig met deze hashtag, met deze strategie. En deze strategie zegt bloggen. Kijk maar, hier, dit was mijn blog van vorige week, van 11 oktober. En blogging is de allerbeste strategie als we het hebben over je positionering. Dit was mijn blog van afgelopen dinsdag. LinkedIn profieloptimalisatie in 4 simpele stappen. Blogging is een van de beste manieren om jezelf neer te gaan zetten als de nummer 1 expert. Zeker als je het zo lang hebt gedaan als ik het doe. Maar je kunt altijd beginnen waar je bent. Want na 218 weken achter elkaar geblogd te hebben, geloof me, ik word aangesproken door media, door concurrenten, door de JV-partners, door LinkedIn-trainers, door allerlei mensen, omdat ze mijn blogs lezen. Er zijn 218 artikelen wat op LinkedIn staat. Dit is niet de blog op je website die je copy-pastet op LinkedIn, al dat soort dingen. Dat is het niet. Dit is echt een LinkedIn-blog zoals je ziet. Hier staat 4 simpele stappen om jouw LinkedIn-profiel te optimaliseren. Begin ik altijd met een inleiding, eventueel een video zoals je dit van de challenge. En dan geef ik hier heel veel waarde. Kijk maar, ik ga door je hele profiel heen. Hoe moet je profiel optimaliseren? Het is best een lang artikel, maar dan ga je echt stap voor stap voor stap voor stap help ik mensen verder. Dus het is echt een artikel geworden hier. Wat moet je doen? Welke 7 vragen zijn voor je headline? Hier, dit is een ontzettend waardevol stuk content wat je geeft. En dit is echt de basis van mijn succes. Als nou 1 ding is wat mij naast ochtendpost succesvol heeft gemaakt, is wel het bloggen. Chantal zegt, ja, de ochtendpost werkt gewoon absoluut. Dus tweede contentstrategie wat ontzettend goed werkt, is het bloggen op LinkedIn. Again, daar zit een hele masterclass. Ik doe daar een hele dag over om je dit te leren. Maar bloggen op LinkedIn is fantastische contentstrategie. En wil je daar meer over leren, zorg dat je aan gaat melden via www.aramiekonline.com. Want in het webinar van volgende week donderdag ga ik het daarover hebben, oké? Okay? Dat is dus tweede strategie. Nou, derde strategie, is Pelpina hier nog? Ik hoop dat ze er nog is. Derde strategie is video. Videostrategie. Terwijl ik dat zeg, zie ik hier Helene komen zeggen van, ja, ik blog al 12 weken, zie dat mijn blog steeds beter gelezen worden. En ook door mensen die ik niet ken. Fantastisch, dat is echt gaaf. Laat me weten hoeveel views je had. Helene, laat me weten hoeveel reacties je had. Ik heb gemiddeld tussen 20 en 100 reacties per week. Betekent tussen 20 en 100 reacties krijg ik dus van mensen die mij kennen, maar ook mensen die mij niet kennen. Is je blog je newsletter? Is je blog je newsletter? Ja, van dinsdag stuur ik een mailtje naar mijn newsletter, naar mijn blog. Maar ik heb drie keer per dag stuur ik mijn newsletter. Dinsdag, donderdag en zondag. Toevallig heb ik afgelopen donderdag is iets misgaan in techniek. Heb ik vanochtend gestuurd. Yes, mijn blog van dinsdag gaat via mijn mailing naast mij. Eerst in de community. Dat is echt een hele template. 2 stappen template die we dat doen. Goed zo, Helene. Goed dat je blogging aan het doen bent. En Pelpina zegt, ja, ik ben er. Geweldig. Want hier ga ik het over jouw vakgebied hebben, lieve Pelpina. Strategie nummer 3, contentstrategie nummer 3 is video. Video werkt ontzettend goed op LinkedIn. Als je op de juiste manier gaat leren gebruiken, als je op de juiste manier de video gaat neerzetten, werkt ontzettend goed. Zowel livestreaming, zoals ik nu doe, bijvoorbeeld Instagram, en hier heb ik LinkedIn, YouTube en Facebook, als opgenomen video's.
Alright? Dus als je op de juiste manier leert je video te gaan gebruiken, dan heeft dat ontzettend veel, dan gaat dat ontzettend veel voor je opleveren. Ik bedoel, ik weet of jullie een video van Pelpina hebben gezien, die zij heeft gemaakt toen ze hier was. Dat was een fantastisch video. Moet je kijken hoeveel reacties ze heeft gekregen daarop. Is mega. Kijk maar, 50 reacties zie ik onder. Ik ga jullie mee met jullie delen hoe het eruit ziet. Ik zal heel even op stop zetten, maar het is goed dat je er bent, Pelpina, want nu kan ik echt jouw voorbeeld gaan gebruiken. Let op, ik ga haar delen met jullie. Stop screen. Oh nee, ik had hem goed staan en nu heb ik hem zelf eruit gezet. Oké, komt ie aan. Kijk maar. Dit is video van Pelpina en haar video heeft al meer dan, even kijken, 22 comments reacties gekregen. 50 likes, 1000 views gekregen. Dus allemaal mensen die eronder hebben gereageerd op haar van hoe heb je dat gedaan, hoe is dat gegaan. Hier heb ik gereageerd, zij heeft gereageerd. Je ziet haar hieronder weer. Met haar zus heeft ze weer een video gemaakt. Maar kijk maar naar al die reacties. Hier ook, 33 comments, 5000 views. Weet je, dit werkt ontzettend goed. En let op hoe ze de video gemaakt heeft, want dat heeft je aan jullie laten zien. Even kijken of ik geluid bij kan hebben. Door op bezoek bij Aramik in zijn studio. Kijk, inmiddels prachtig studio. Behind the scenes. Hey. Oh. Nog een stukje behind the scenes. Maar, dit, even het achtergrondje verzetten. Ja, joh, we zijn gewoon met achtergrond bezig. Volgens mij ben jij helemaal gaan. Het ziet er goed uit, toch? Niks meer aan doen, zou ik zeggen. Ja, kijk. Laat maar staan. Ja, we doen weer deze. Dat is het gewoon. Echt, jongen. Wie niet slim wil zijn. Is er niks veranderd. Volgens mij exact niks veranderd. Holy. Ja. Ik vind het fantastisch dat jullie er zijn. Ik vind het geweldig dat Instagram het vol heeft gehaald, want vorige keer ging ineens Instagram eruit. Dus dank. Mocht je vragen hebben aan Pelpina, ga Pelpina volgen alsjeblieft. Ze doen iedere dag via stories, via feeds, deelt wat ze aan het doen zijn. Dit is zo vet. Zo, nou, ik zit in de auto weer onderweg terug. Let op. Ik heb echt een fantastisch gesprek gehad. Kijk, mijn make-up loopt gewoon helemaal uit. Ik heb een fantastisch gesprek gehad met Aramik en met Ray. En weet je, soms ontmoet je mensen en dan ben je gewoon weer helemaal geïnspireerd om dingen te doen en om verder te gaan. En nou, dat, zo voelde dat echt vanochtend. Dus het was heel fijn om hier te zijn, een gesprek met je te hebben. En ik heb ook nog eens hele mooie inspiration cards ontvangen van Chantal. Heel fijn, past ook echt helemaal bij mij. Dus ik ga lekker naar huis, maar ben weer vol op inspiratie. Yeah, zo zie je maar. Dus nog een keertje, dankjewel Pelpina. Yes. Ja, dankjewel Pelpina. Geweldig. Dus dit is wat video voor je kan doen. En Rianne zegt, Pelpina, wow, wat een reacties. En yes, alleen zegt 106 views, 26 comments op mijn blog. Minder views dan een andere blog, maar veel meer likes en reacties. Yes, absoluut. Chantal zegt, wat een supermooie uitzending was dat. Ik heb zo gelachen. En Pelpina zegt, leuk dat je het laat zien. Heel simpel gemaakt met InShot en mix captions. We hebben het daarover gehad in de uitzending. Gewoon heel simpel maken. InShot en mix captions. Kijk de uitzending, want dan weet je de uitleg van haar. En ze heeft ook 21 tips gegeven. Dus de premium leden krijgen ontzettend gave tips van haar. Ze is hier gebleven, zijn nog een uur doorgegaan. En even kijken. Helene zegt, ja, trouwens ook mijn posts worden steeds meer bekeken. Echt ongelooflijk. Absoluut. Content wordt gekeken, dames en heren. Chantal zegt, ja, ik heb zo gelachen. Even kijken. Het was een supermooie uitzending. Ik heb zo gelachen. En Larissa zegt, even kijken. Ja, het is gelukt om eindelijk video op LinkedIn te krijgen. Een hele bijzondere ochtendpost van superpersoonlijk. Check Larissa voor haar ochtendpost, want haar moeder is 80 geworden. En ik wil namelijk mijn moeder feliciteren. Ze is 80 geworden. En ik ben een krachtige vrouw geworden, omdat ze een van mijn grote voorbeelden was. En al haar levenlessen met ons deelde. Hey, kijk, dan hebben we een video. En het is gelukt op LinkedIn. Dus weet je wat ik ga doen, lieve Larissa? Omdat ik je fantastisch vind. Ik ga gewoon jouw post, ga ik gewoon erbij halen. Gaan we je moeder feliciteren. Even kijken of we dat samen kunnen doen. Let's see. Even kijken of ik dat erbij kan halen. Post. Even kijken, hij loopt nu een beetje achter. Ja, daar is hij. Even kijken. Kijk, ik ga een stukje laten zien, lieve Larissa, omdat je fantastisch bent. Let's see, ik ga hem gewoon erbij roepen. Want ja, lang zal ze leven natuurlijk. Je wordt maar eentje 80, moet je kijken. 80 jaar. Nou, dat ben ik nog lang niet hoor. Ik vind het zo knap als mensen
Zo, kijk of ik hem af kan spelen. Let's see. Play. Alweer 80 jaar. Proficiat. Wacht even terug. Ja. Lieve man, alweer 80 jaar. Proficiat. Helaas kan ik er niet bij zijn. Vind ik niet zo heel erg leuk. Maar ik probeer via deze weg toch een hele speciale dag te maken voor jou. Dus ik hoop dat je genoten hebt of gaat genieten van de verrassing die ik voor je in petto heb. Die ik samen geregeld heb met alle kinderen en Alexander. En als ik terugkom uit Engeland, dan gaan we het met z'n allen weer. Wordt waarschijnlijk een familieweekend. Maar bij deze wil ik ook de gelegenheid gebruik maken om je te bedanken. Bedanken dat je al jaren mijn moeder bent, zowel van mij als van Alexander. Ik heb van jou geleerd wat het is om een moeder te zijn. En het resultaat mag er zijn, want we zijn een heel hecht gezin geworden. Prachtig. 6 kinderen en een hele hoop aanhang. Dus mam, zonder jou ben ik niet de vrouw geworden die ik heden ten dagen ben. Ik wens je nog heel veel goede jaren toe. Dag mam. Prachtig, prachtig. Gefeliciteerd, gefeliciteerd. Ja, het een en al celebration vandaag, dames en heren. Goed gedaan, Larissa. Fantastisch gedaan. Zelfs als je in Engeland bent met heel weinig wifi, met heel veel moeite. Fantastisch. Goed gedaan, goed gedaan. Even kijken. Pelpina zegt, ja, leuk dat je het laat zien. Gemaakt het met InShot. Yes. Sabine zegt, ik had niet verwacht dat live op Insta gaan en direct in mijn feed posten. Mijn interactie zo'n boezag heeft. Ja, guys, ik heb straks opdracht voor jullie. Live is fantastisch. Marjan zegt, wat leuk, Pelpina. Ik heb je helaas gemist. Liep net langs je toen ik naar Aramiek ging. Helaas tot de volgende keer. Dylan zegt, goedemorgen. 10 uur was net een moeilijke tijd, maar ik kijk het zo terug. Geweldig, Dylan. Goed dat je er bent. Sabine zegt, InShot is echt zo fijn. Veel fijner dan tools van Instagram zelf. Absoluut. En Chantal zegt, van harte gefeliciteerd met je moeder, Larissa. Wat mooi gedaan, zegt Helene. Prachtige video. En wauw, wat ongelooflijk mooi. En van harte met je moeder, zegt Rianneke. Absoluut. Dus video, absoluut. Live gaan, absoluut. Ga jullie nog meer laten zien. Oké, dat is video. Maar nu komt het. Dingen die wisten jullie misschien van mij. Die deed ik ook in de advanced courses, in de high-end trainingen zoals OBC en de Financial Implementation Program. Maar wat ik niet deel qua content is je profiel. Dames en heren, je profiel is een stuk content. De meeste van jullie die nog niet mijn training hebben gevolgd, hebben zo'n suffe profiel. Gaat alleen maar over jezelf. Die content op je profiel is zo belangrijk. Het zit in je contentmachine. Het zit in je contentstrategie. Ik hoop dat je dat weet. Dat jouw content op je profiel, of het nou je headline is, of het nou je samenvatting is, of het nou je ervaring is, of de recommendations zijn, die zijn onderdeel van je strategie. Oké? Ja, natuurlijk. Heel graag gedaan, Larissa. Ze zegt, thanks voor het delen en alle felicitaties. Absoluut. Dus ook je profiel is je contentstrategie. Als je daar hulp bij nodig hebt, let me know. Net als Olivia, die heeft gisteren de thuisstudiecursus gekocht. Ik heb een special deal voor deze week. In plaats van 197 euro, kun je voor maar 17 euro mijn thuisstudiecursus met betrekking tot je profiel krijgen. Oké? Haal meer winst. Thuisstudiecursus, die staat dus in aanbieding voor je, speciaal voor jou. En dan kan je dit hele weekend alle 10 video's gaan bekijken, je profiel van boven naar beneden te doen. Dus strategie nummer 4 is je profiel. Strategie nummer 5, en yes, ik ga over delivery, ik heb nog 3 strategieën. Strategie nummer 5 is je gratis producten wat op je profiel gaan plaatsen. Wist je dat je meer dan 8 plekken hebt op je profiel waar mensen je gratis product kunnen aanvragen? Ook dat is een content. Hoe maak je dat mensen van de LinkedIn naar je mailinglijst gaan? Hoe zorg je dat ze zo verleid worden dat ze een van je gratis producten gaan downloaden? Dat is dus een van de strategieën waar we onder andere in de online business campus mee bezig zijn. Dat is dus waar Simone mee bezig is met het maken van haar e-book. Maar je gratis productenflow vanuit je profiel is belangrijk. Ik krijg niet zomaar tussen 10 en 20 downloads per dag vanuit mijn LinkedIn profiel. Dat is omdat mijn profiel A, goed in elkaar steekt. B, ik heb mijn gratis producten ertussen ingezet. Oké? Wil je weten hoe je dat moet doen? Meld je aan voor de training van volgende week op 28 oktober om 11 uur van 11 tot 1. Om een van de 7 sleutels, alle 7 sleutels te leren via aramiekonline.com. Zorg dat je erbij bent. Ik meen het heel serieus, want dan heb ik echt 2 uur lang om je door al deze levels te helpen. Oké? Dus strategie nummer 5 is je gratis productenflow. Nu komt het. Ik heb 2 strategieën, ook die heb ik nog nooit gedeeld als content. Strategie nummer 6 is,
hoe jij reageert op de post van anderen. Klinkt misschien dat je denkt van, hé, hoe bedoel je? Hoe moet ik dan reageren op? Hoe bedoel je is dat content? Dames en heren, hoe jij reageert op de post van anderen, zegt alles over jou. Hoe jij reageert over hoe anderen op jou reageren, op jouw post. Maar ik zal een voorbeeld noemen. Een voorbeeld die niet zo heel erg ver van ons vandaan is. Ik heb hem toevallig als videovoorbeeld genoemd. Hoe jij reageert op andere mensen, zegt alles over jou. Hoe zij op jou reageren, zegt alles over henzelf. Let op. Dus je kunt reageren of je kunt reageren. Maar al je reacties zeggen alles over jou. Dus het is onderdeel van jouw eigen strategie. Ik zal je reactie laten zien, als je een idee hebt. Want namelijk, onder de post van Pelpina waren ontzettend leuke berichten. Zoals hierbij van onze vaste kijker Rita. Rita zegt, with both of you in the social media posting and being visible, have become a breeze, thank you. Now, you're so welcome, dear Rita. Oké? Dus ik heb haar welkom. Ik heb gezegd, hartstikke goed. Fantastisch dat je het leuk vond. You're so welcome, graag gedaan. Maar er komt een reactie, die zegt, nu door het filmpje zie ik waarom jullie niet in de camera keken tijdens de uitzending, zegt Nicole. Oké? Ik kan twee dingen doen. Ik kan tegen Nicole zeggen, ja, Nicole, weet je, ik kan zeggen, ja, we waren bezig, wat dan ook. Maar ik heb haar echt aangesproken, dus ik heb gezegd, vertel Nicole, was je ons aan het volgen via Insta? Dat is een content. Nicole zegt, ja, even, want het was te veel energie voor mij, let op. Ja, even, het was iets te veel energie voor mij. Ik kan hier zeggen, sorry dat we te luid waren, ik en Pelpina, sorry dat we te energiek waren, al dat soort dingen. No way, ik zeg, joh, weet je Nicole, ik begrijp je helemaal. Pelpina was on fire. Je kunt altijd de podcast en live show in de herhaling kijken en doorspoelen wanneer je te veel wordt, hoor. Hey, content nog steeds. Beetje grappen maken, want ze heeft hele gave en praktische tips met betrekking tot video en videomarketing. Dus ik zet Nicole, ik zeg, hey, ik begrijp je, no problem. En ze zegt, ja, dat was de reden waarom ik aanhaakte, maar ik zal er een keer een poging wagen, maar ben meer van wat rustig gesprek. Again, ze gaat door met haar feedback, kennelijk, well, fijn. Wat rustig gesprek om goed te volgen. Jij bent ook best druk, laat ik maar zo zeggen. Oké? Met een knipoog denk ik, fijn. Ik vind het leuk. Ik zeg, je hebt helemaal gelijk. Ja, check. Ik zet even de link van de podcast hieronder alvast voor je. Check it out en laat me weten wat je eruit hebt gehad. Oké? Thanks dat je er in ieder geval bij was. Alright, ook dit hoort bij jouw contentstrategie, dames en heren. Ook dit is iets wat we moeten leren. Oké? Zorg ervoor dat je dit stukje gaat begrijpen als dit is ook je contentstrategie, oké? Ik had dat kunnen afmaken, ik had dat kunnen allerlei dingen allemaal kunnen zeggen. Ik had dat kunnen zeggen van, joh, waarom reageer je zo al? Gewoon. Dus ook je reactie is een contentstrategie. Dus denk na over je reactie. Alsjeblieft. Oké? En Larissa zegt, ja, gisteren een mooie reactie gekregen van Elena Cardone op mijn comment onder haar post met de titel Make the Commitment to Make a Change. Yes! Dus je reacties op de post van anderen is onderdeel van jouw contentstrategie, lieve schatten. Ik hoop dat je dat begrijpt. Ik hoop dat je dat weet, dat het ontzettend belangrijk is. Chantal zegt, ja, wat een goede reactie van Aramiek. Ik had alles en nog wat kunnen zeggen, maar dit is hoe je dat doet. Dus ook op die manier kan je heel goed jezelf positioneren. Alright? Marianne zegt, ja, goed voorbeeld, contentstrategie. En dan ga ik naar nummer 7. En terwijl ik dat zeg, gaat juist Simone, die ga ik straks verder naar Simone. Dit is echt voor jou. Allerlaatste contentstrategie, wat de meeste mensen ontzettend onderschatten, is jouw opvolging. Jouw follow-up. Dan zeg je, say what? Mijn follow-up? Wat heeft dat met content te maken? Het heeft alles te maken. Het is je tone of voice. Het is hoe je mensen aanspreekt. Het is hoe confronterend je bent. Het is hoe je vragen stelt. Hoe geïnteresseerd je bent. Op welke manier je met mensen werkt. Dat is je content. Dat is je inhoud. Mensen denken, inhoud is ochtendpost. Inhoud is blog. Inhoud is wat je opneemt. Nee, guys. Inhoud, alles wat je uitzendt. Alles wat je verzendt. Alles wat je zegt, doet, schrijft. Praat, zingt, muziek, wat je. Dat is allemaal content. Dus de inhoud van je opvolging, inhoud van je inbox, hoe je met mensen in gesprek gaat, zeker de inbox van LinkedIn. Ik ga maandag daar iets ontzettend gaafs met je delen, namelijk mijn methode om echt de best geïnteresseerde persoon te zijn, om de beste netwerk te zijn, want dat is de brug richting de prospecting, richting sales, waar we volgende week gaan over hebben. Maar je inbox is belangrijk. Je gesprekken met mensen die je voert in privé-inbox, in de DM's, is zo ontzettend belangrijk, oké? Het kan een verschil van dag en nacht maken
hoe iemand op jou reageert als je in de follow-up fantastisch bent. Als je in je follow-up geïnteresseerd bent. Als je in je follow-up mijn methode gaat gebruiken. Again, dat is een aparte training. Toevallig heb ik die vanochtend net opgenomen. Die is voor aanstaande maandag. Aanstaande maandag om 10 uur zet ik die live. Want we zijn dit hele weekend weg. Aanstaande maandag komt die live. Namelijk, ik ga het hebben over mijn methode BKUR. Oké? Okay? En ik ga het maandag hebben over de B. Ik ga niet zeggen wat de B is. De meeste van jullie die mijn blogs hebben gelezen, wel, hebben wellicht een idee. Maar dat is het. Je follow-up is fortune. Cash is king. I don't care about cash. Je follow-up zorgt ervoor dat je als expert gezien wordt of niet. Oké? Okay? Follow-up is zo belangrijk. Pelpina zegt, ja, follow-up was echt fantastisch, Aramiek. Meteen vragen wanneer ik mijn pep talk doe en meteen een afspraak. Echt super, absolutely. Ik doe, dat is, follow-up komt vanuit caring. Follow-up betekent, ik geef om je. I love you for what you're doing. En dus, ik wil je graag helpen. Maar Chantal zegt, follow-up is jouw service balie in guest relations. Absolutely, absolutely. Dat is echt een relatiebeheer. Again, aankomende maandag heb ik net een podcast opgenomen. Ga je daar veel meer over weten. Volgende week, de hele volgende week, hebben we het over de service balie in guest relations. Oké? Okay? Je wil een band met je mensen. Je wil een band. Of het nou Pelpina is, die fantastische energie heeft, die helemaal geweldig is. En ik kan niet wachten om haar van alles nog wat te voorzien. Whatever it is. Of het dan mensen zijn die onbekend zijn. Whatever it is. Follow-up is fortune. Dus follow-up is ook onderdeel van jouw strategie. Oké, ik weet dat ik hier heel veel benadruk geef, want ik had je maar 5 strategieën beloofd, maar hier heb je de 7. Dus strategie nummer 1, ochtendpost. Strategie nummer 2, LinkedIn bloggen. Strategie nummer 3, videomarketing. Strategie nummer 4, je profiel. Strategie nummer 5 is je gratis productenflow. Strategie nummer 6 is je reactie op de post van anderen. Dus wat post je onderaan de post als reactie? En strategie nummer 7 is je inbox, je DM's, je follow-up is ontzettend belangrijk. Anyways, laat me hieronder weten. Laat me weten als je dit waardevol vond. Want ik ga langzaamaan richting de influencer van de week aankondiging. Maar voordat ik dat doe, laat ik eerst je opdracht geven. Want er is een aantal, voordat ik naar blessing ga, influencer van de week, aantal praktische zaken. Normaal gesproken sluit ik de training af. Dan zeg ik, hey, morgen ga ik voor je Think and Grow Rich lezen. En tegenwoordig ook Leef Lekker. En zondag doe ik mijn Roomie verhaal, mijn spirituele podcast. Dat ga ik dit weekend niet doen, want we gaan zo meteen lekker weg dit weekend. Dus ik heb een aantal podcasts voor je opgenomen. Dit weekend gaat de challenge door. Dus vandaag is dag 10, morgen is dag 11. Overmorgen is dag 12 en maandag is dag 13. Ik heb daar dus al 6 podcasts voor je opgenomen. Ook die podcast van vanmiddag, dus 7 podcasts heb ik voor je opgenomen. Namelijk, deze podcasts gaan over de haal meer winst uit je LinkedIn profiel. Dit zijn de trainingen die ik gesneden heb speciaal voor jou, zodat je dit hele weekend kunt gaan werken aan je profilering. Ik wil niet maandag, dinsdag je op mijn dak krijgt, ja, mijn profiel is nog niet op orde, ik weet niet wat voor foto's, ik weet niet hoe mijn headline eruit moet gaan zien, wat moet ik nou in mijn info zetten, al die dingen, werk je weg met excuusverhalen. Ik heb het zo gemaakt dat je aankomende dagen, dus 7 keer, iedere ochtend, 10 uur, 5 uur, 10 uur, 5 uur, 10 uur, 5 uur, dus vanmiddag 5 uur, morgen om 10 uur, morgen om 5 uur, zondag om 10 uur, zondag om 5 uur, maandag om 10 uur, maandag om 5 uur, dat je allemaal podcasts van me gaat krijgen, oké? Okay? Dat is belangrijk. Ontzettend, ontzettend belangrijk dat je dat gaat doen, oké? Okay? Hey Rim, wat goed dat je er bent. Yes, Pelpina zegt ja, wat fijn dat jullie weggaan dit weekend. Dankjewel, dankjewel Pelpina. Het wordt een heel mooi weekend. We gaan namelijk naar Zeeland, onze prachtig mooie Zeeland, waar ik het vorige keer over heb gehad, naar Piazza, de camping waar we niet zaten, maar waar we ons zo welkom heten. Dus ik ga daar naartoe. Dus Wilco, eigenaar van de camping, geweldig man. Ik ga voor het eerst kamperen. Ik heb geen idee. Ik ga voor het eerst naar de camping. Ik ga niet kamperen. Ik ga voor het eerst naar de camping. Ik heb geen idee wat het gaat worden. Maar anyways, als ik dinsdag hier met een wc-papier op mijn hoofd kom, helemaal ongeschoren en met weet ik wel wat. Nee, het is een hele luxe camping. Het is fantastisch. Ik heb er heel veel zin in. Maar omdat we dit weekend dus weggaan, ben ik dus niet een boek aan het lezen. Grow Rich gaat naar volgende week. Leef Lekker naar gaat volgende week. Sunday Sessions gaan naar allemaal volgende week. En maandag ben ik niet live. Maandag om 10 uur zet ik op LinkedIn, Facebook, Instagram, overal. Dus de uitzending over de B. De BKUR, een uitzending gaat over de begroeting. De fase die jullie allemaal overslaan. De fase die jullie allemaal niet leuk vinden. Want jullie willen allemaal verkopen. Jullie allemaal verkopen. Jullie willen je product door de strot heen duwen. Oké? Okay? Yes, en we gaan naar de prachtige vuurtoren in Breskens gaan we heen. Absoluut, is prachtig. Enige
Dat is het enige vuurtoren dat hij actief is, maar met een gietijzeren vuurtoren, volgens mij, vaart mijn hoofd. Dankjewel, Riem. Zeg, fijne vakantie. Absoluut. Maar wij gaan op vakantie, maar jij mag geen vakantie vieren. Jij gaat gewoon aan het werk. Dus aankomende dagen heb je haal meer winst uit LinkedIn. In allemaal stukken heb ik het voor je gehakt. Daar mag je je opdrachten doen. Dat is één. Tweede is de opdracht van dit weekend. Ik ga hem gewoon bijnoemen. De opdracht van dit weekend wordt dus tweeledig. Als eerste, begin met de ochtendpost. Dus laat meer weten, diegenen die gecommitteerd zijn ochtendpost doen, laat meer weten. Zorg dat je ochtendpost gaat beginnen. Als je het nog niet hebt gedaan. Als je nog niet de eisen hebt voldaan. Als je gewoon zo bent begonnen met Sabrina bijvoorbeeld. Ik vond het fantastisch. Ik kon zo makkelijk mijn feedback aan. Begin met de ochtendpost volgens mijn methode. Dus met een hashtag, met een personal story. Eindigen met de like en share en daarna hashtags. Maar ook tussen iedere ochtend tussen 7 en 9. Begin. Maar doe je de ochtendpost, zoals bijvoorbeeld een Helene, zoals een Larissa, zoals een Marianne, zoals Maaike, zoals al die mensen die de training hebben gevolgd hiervoor, ga het anders doen. Oké, lieve schatjes, Marianne, Maaike, Helene, op een gegeven moment wordt het boring wat je ook jullie delen. Op een gegeven moment heb ik jullie gezien. Simone, ga het anders doen. Kijk of je uit je comfortzone kan stappen. Als je het continu over bloemetjes en bijtjes hebt, ga het een keertje over iets anders hebben. Oké, als je het de hele tijd over zelfzorg hebt, over voeding hebt, ga het even over iets anders hebben. Oké, verander van tone of voice in je ochtendpost. Diegenen die het doen, die weten wat ik bedoel. Want op een gegeven moment kan ik al jullie ochtendpost gewoon dromen. Denk, oh ja, dat gaat die richting. Oh, dat is allemaal die richting. Verander. Verander dit weekend, aankomende 3 dagen. Dus morgen, overmorgen en maandag, verander je ochtendpost. En kijk maar wat er gebeurt. Wie weet wat er gaat gebeuren? Nou, ik durf te wedden, magic will happen. Dus ga kijken of je mensen kunt shockeren. Met een ander perspectief erop gaan zetten. Met ander iets erbij gaan noemen. Als je tot nu toe op bloemetje bijtjes hebt gehad. Of als je een bepaalde onderwerp hebt gepakt. Oké? Dus dat is 1. Level up je ochtendpost. Dat is de opdracht. Serious opdracht. Tweede opdracht is. Ga live. Pak live. Zo niet. Neem een video op. En nu komt het. Ik wil deze opdracht goed uitleggen als jullie er zijn. Ook de herhalingkijkers. Betekent wat? Ga live met het spel. Ik noem dat het netwerkspel. Dat doen we normaal gesproken in trainingen. Dan doe ik het netwerkspel. Laat ik jullie doen. Maar wat is het netwerkspel? In de video, in de live vertel je. Hey, mijn naam is. En ik help je ondernemers. Oké? Je doet die networking pitch. Mijn naam is. Ik geloof. Ik help. Ik geloof en ik beloof. Oké? Dat stukje. Daarna zeg je. Iets wat je zoekt of wie je zoekt. Bijvoorbeeld, ken je bijvoorbeeld een accountant die betrouwbaar is? Ik zoek een oppas voor mijn kindje. Whatever you do. Dan zeg je, ik zoek dat. En wat je dan wil doen. Als derde wil je een waardevolle relatie in het zonnetje zetten. Dus dan zeg je bij deze wil ik Marianne, Pelpina en Riem als mijn waardevolle relatie in het zonnetje zetten. Ik ben gek op Marianne, want ze is all about healthy voeding. Pelpina, ja, is geweldige video. Meesteres, zei Ron. Ze is geweldige video-expert. Ze heeft geweldige energie. Ze is zo bescheiden. Ze is zo'n expert. En Riem, ja, die kunst van Riem, die karikatuur van Riem zijn mwah, zo prachtig. Dus vertel in de video, zet die mensen in het zonnetje. En wat je dan doet. Vraag de kijker, hey, wil je hieronder dit hetzelfde doen? Dus vertel me hieronder wie je bent, wat je zoekt en zet 3 mensen in het zonnetje. Verwonder, bewonder 3 mensen. Zet 3 mensen in het zonnetje. Bedank 3 mensen. Het kan je ouder zijn, het kunnen je vrienden zijn, het kunnen businesspartners zijn, het kunnen je kinderen zijn. Laten we kijken of we dit weekend in dankbaarheid kunnen gaan. Laten we kijken of we in dit weekend naar mensen in het zonnetje kunnen zetten. Laten we kijken of dit weekend, zoals Sabrina hier binnenkomt op Instagram. Goed dat je kijkt, Sabrina. Ik heb net mijn nummer 1 strategie met je gedeeld. Lieve Sabrina, check de herhaling. Kijken of we dit weekend kunnen gebruiken om ons netwerk in het zonnetje te gaan zetten. Kijken of we dit weekend kunnen gebruiken om mensen die ons helpen. Ik doe dat daadwerkelijk en die te gaan helpen. Hier, Chantal zegt, ja, Riem maakt echt superleuke karikaturen. Echt een aanrader. Absoluut. Dus, weet je, laten we Riem in het zonnetje zetten. Laten we onze vrienden, familie, misschien je ouders, misschien je vrouw die nu aan het kijken is met je 2 dochters. Dus lieve Chantal, Sophie en Charlotte, ik ben zo gek op jullie. Jullie zijn de beste. Echt waar, ik ben zo dankbaar. Whatever dus je doet, laten we mensen in het zonnetje zetten dit weekend. Oké? Dus opdracht 1 is, zorg voor een ochtendpost. Ga voor een prachtige ochtendpost. En 2 is, ga live op Instagram of Facebook. Of maak een video, zet het op LinkedIn. Vertel, dus wie ben je en wat zoek je. En zet 3 mensen in het zonnetje.
En natuurlijk is het belangrijk, tag mij erin alsjeblieft. Ga niet alleen maar hashtag 21 dagen zichtbaar challenge gebruiken. Die volg ik, maar niet alle tags komen, niet alle hashtags komen bij mij binnen. Dus zet daar daadwerkelijk alsjeblieft, tag mij erin, want dan kan ik dit weekend dan delen. Dan word ik zo blij als ik getagd word in jullie berichten. Jullie zijn mij massaal aan het taggen. Ik word blij, ik word dankbaar. Dus ik hoop bij deze dat we heel veel vreugde dit weekend gaan uitdelen. Ik hoop dat we dit weekend met onze live video's heel veel mensen in het zonnetje gaan zetten, oké? En Sabrina zegt via Instagram live, zegt ze, kijk vanavond terug. Super dankbaar voor deze leerzame challenge. Heel graag gedaan, Sabrina. You're doing great. Oké, dus kunnen we dat? Wie gaat zich committeren? Kom maar op, guys. Wie gaat zich committeren? It's a celebration. Yeah, committeer je hieronder alsjeblieft als je dit weekend dit gaat doen. Sabrina zegt meteen, yes, ik committeer me. Kom via Instagram live binnen. Celebration, Rim, absoluut, absoluut. Dan ga ik naar mijn favoriete onderdeel van de dag, namelijk... The Blessing of the Day. Blessing of the Day. Haha, echt waar, dit is fantastisch. Never ever underestimate the importance of having fun. Have fun, have fun, have fun. Dit is geweldig. Never ever underestimate the importance of having fun. Nou, dat is wat werkt. Dat is wat zo leuk was met Papina in de studio. Dat is wat zo leuk is om met jullie hier aan de slag te zijn. En by the way, mocht je deze 62 kaarten willen checken, check het uit. Mixmediafan.nl. Volg Chantal. Chantal doet al meer dan 3,5 jaar haar ochtendpost. Chantal Meester op Facebook, LinkedIn en Instagram. En zorg dat je deze kaarten gaat aanschaffen. En ja, weet je, ze komt binnenkort met haar 2 nieuwe producten hier in de studio. Maar have fun. Ik wens jullie echt een prachtig mooi weekend. Ik zie jullie graag live dinsdag om 10 uur. En Marleen zegt, ja, play like a pirate. Absolutely play like a pirate. En Marianne zegt, ja, ik committeer me. Wim en ik wensen je een heel fijn weekend. Een vreugde op weekend in Zeeland. Ik moet nu echt weg. Helene zegt, ja, natuurlijk doe ik dat. Wat een intense en mooie opdracht. Ik ga het zeker doen. Sabine zegt, yes. Marleen zegt, play like a pirate. En Chantal zegt, ja, een van je favoriete kaarten. En guys... Ja, Helene, goed zo. Helene zegt, wie is dan de influencer van de week? Ja, jullie waren bijna erin getrapt. Ja, ik ga even kijken of ik dit kan doen. Ik ga de influencer van de week benoemen bij deze. Even kijken of we dat gaan doen. Komt ie aan. Lieve Maaike, jij bent de influencer van de week. Dus Maaike, van harte gefeliciteerd. Yes, jij bent de influencer van de week. Yes. Yeah, en ik nodig jullie allemaal uit om deze week ook je best te gaan doen om Maaike en Helene van de troon af te stoten. Want zij zijn de influencer geworden. Doe iedere dag de opdrachten, dan valt het op. Delen, tag mensen, weet je, wees vreugdevol, ga joy brengen. Want dan win je namelijk, en deze week, echt voor het eerst, ga ik een, ik zei al, ter waarde van 4000 euro, dat wordt mijn 1-op-1 coaching. Dat heet de Executive Business Coaching, waar ik 1-op-1 met jou 2 uur aan je business ga zitten, hier op kantoor. Ze wordt van harte uitgenodigd om hier op kantoor te komen met al haar business cases. Ga ik je helpen met je grootste business uitdagingen. Yes. Helene zegt gefeliciteerd, Maaike. Chantal zegt gefeliciteerd. En yes. Wil je kans maken volgende week op zo'n geweldige 1-op-1 coaching met mij ter waarde van 4000 euro? Dat we echt samen gaan zitten. Het heet Business Executive Quick Scan. Als je hier op kantoor komt, je krijgt een opdracht van 16 vragen. Geloof me. Dan ga deze week knallen. Ga deze week meedoen met alle opdrachten. En wie weet, volgende week ga ik jou verrassen. Ga ik jou laten zien hoe je daadwerkelijk nog meer zichtbaarheid kan krijgen. En ja, ik zei het al, volgende week gaat het over prospecting. Volgende week gaat het over sales. Hoe draai je je relaties en connecties om in cliënten, om ambassadeurs, oké? Vette prijs, zegt Rianneke. Absoluut.
Zo onwijs waardevol. Absoluut, absoluut. Die heb ik nog nooit weggegeven in mijn livestreaming bij deze Daily Business Boost cadeau voor Maaike. Ter waarde van 4000 euro. 1-op-1 coaching. Business, executive business coaching. Quick scan. En ik wens je echt een heel veel plezier ermee, Maaike. Dit weekend stuur ik je. Nee, niet dit weekend. Dinsdag stuur ik je de opdracht. Maar bij deze. Mijn dank aan iedereen die online was. Jesus, het is al 11 uur. Oh, I'm so sorry. 11 uur had ik thuis moeten zijn. Lieve Chantal, I'm so sorry. Het heeft langer geduurd. We hebben hier een kwartier alleen maar zitten celebraten. Dus ik wens jullie allemaal een prachtig mooie vrijdag. Ik wens jullie allemaal een prachtig mooie dag. Ga de opdracht doen. Wees de joy brengen. Maak het verschil. Dus dankjewel, lieve Chantal, Sabine, even kijken, Riem, Rianneke, Marianne, Wim. Even kijken wie wij nog meer. Pelpina, Marleen. Let's see wie wij er nog meer waren. Ik ben helemaal naar boven scrollen. Simone, Maaike, Dylan. Even kijken wie waren. Larissa natuurlijk, Helene. Jesus Christ, zoveel mensen online. Echt, als ik je gemist heb, als ik je nog niet gezien heb, dankjewel dat je er was. En natuurlijk Sabrina via Instagram Live, iedereen die via Instagram Live ook was. Dank. Het was een geweldige dag. Wat een celebration. Ik wens jullie een mooi weekend. En yes, wij gaan weekend vieren. Ik ga zo meteen naar huis. See you later. Adios amigos. Later. Dankjewel voor het luisteren naar mijn live show. Geweldig. Wil je een keertje nou live bij mijn live show aanwezig zijn? Dat kan. Elke dag om 10 uur ben je van harte welkom via LinkedIn Live, Facebook Live of YouTube Live. Je vindt me als je mijn naam intipt in de zoekbalk op LinkedIn, Facebook of YouTube. Ben je nou erg leergierig? Wil je nu je business laten accelereren? Download dan nu helemaal gratis mijn e-book met de allerbeste 100 social selling tips op www.dailybusinessboost.nl. Zoals ik altijd zeg, wij zijn ondernemers. Wij zijn de kracht van de economie. Maak het verschil, iedere dag, iedere uur. En tot de volgende keer. Ja, tot dinsdag, dames en heren. Wij gaan kamperen, wij gaan in de camping zitten. En lieve Pelpina, geweldig dat je er was. Ik had je net te vertellen. I love you all, dames en heren. See you later. Tot dinsdag om 10 uur live. Later.